universiteiten in ons land tellen onder hun bevolking een groot aantal werkstudenten. Jonge mannen en vrouwen die hun studiegeld geheel of gedeeltelijk met werken moeten verdienen. Alleen al in Amsterdam zijn dat er ongeveer 1200. Dat is plusminus 20% van het totale aantal studenten in de hoofdstad. Zij verrichten de meest uiteenlopende werkzaamheden. De studentenarbeidsbemiddeling kan hun een baantje bezorgen als chauffeur of als gids voor buitenlandse toeristen. Vooral in de vakanties levert deze baan een aardige verdienste op. Verder bijvoorbeeld als stoker van centrale verwarmingen. Het zijn voor het merendeel werkzaamheden die met enig overleg wel met studie gecombineerd kunnen worden, omdat er nog voldoende vrije tijd overblijft. En dat is natuurlijk van eminent belang. Dan is er elk jaar een grote groep studenten die gedurende enige tijd op de Rijkspostspaarbank wordt aangesteld. Voor de periode namelijk waarin de rente voor de 4 miljoen spaarders moet worden bijgeschreven. Daarnaast exploiteren studenten in enige steden van ons land een theater waarin zij zelf alle baantjes opknappen en waarvan de baten hun ten goede komen. Met dit alles is echter het probleem van de werkstudent niet opgelost. Integendeel. Het feit blijft bestaan dat honderden studenten, ook in andere steden, hun studie onder zeer moeilijke en vaak zorgvolle omstandigheden moeten volbrengen.